bijna de, ja, de 16.000ste unieke bezoeker krijgen. Een beetje een raar aantal. Je zou zeggen bij 15.000, maar dat hebben we nooit gedaan. Dus daarom nu bij de 16.000 mensen, unieke spelers, een speciale video. En na het intro gaan we dat hopelijk meemaken. Oké, people, let's go to work. Ik zie hier al allemaal mensen staan. Ik zie hier al Erik. Wat heb je met je hoofd gedaan? Wat heb ik met mijn hoofd gedaan? Even kijken. Oh, ik heb nog een helmpje opgezet. Wat een cute helmpje, joh. Oh, kom eraan. En ben je gejat? Nee hoor, niks. Oh, oké. Ik ben er gewoon... Hallo, jongens. Oh, ik weet het, mijn helmpje was mooi, maar... Of is het een item? Het is een item. Oké. Ja, een golden helmet. Ja, ja. Want voor de mensen die het niet weten, we hebben namelijk iets heel gaafs in de server. Namelijk een speciale quiz. En we gaan nog veel meer van zulke dingen doen in Disneycraft. En, nee, net niet. Nieuwe speler. Het was een speler die al vaker joint. Maar dus Ricardo zit dat om zich heen te slaan. Die kan niet wachten totdat die er is uiteindelijk. Diegene die moet komen. En Tim is er ook bij. En jullie zien het al. Het valt gelijk op. De mensen met een blauw t-shirtje aan hebben al de quiz gespeeld. En die hebben een aantal vragen beantwoord. Of, kijk, je hebt een iron aan, zie je het. Dat kan ook. Je kan een VIP-shirt krijgen. Of je kan een blauw shirt. Nou, kijk, WVG'tje heeft ook al een blauw shirt. Maar heel veel mensen zoals Domino Neus. Maar het is toch een Jessica Rabbit, of niet? Is het Jessica Rabbit? Ja. Ja, hè? Dat is Jessica Rabbit. En Goofy is er ook, maar die loopt gelijk. Die negeert me al echt heel de dag, weet je dat? Goofy, ja. Goofy dat doet bij iedereen, hoor. Een egoïst, hoor. Mensen, dat is Winnie de Poel. We gaan, wanneer die 16.000ste bezoeker er is, gaan we hem een VIP geven. En ja, dat kan elk moment gebeuren. Dus ik ben benieuwd. En dan daarna wil ik dan even laten zien waar ongeveer je dat shirt wel kan winnen. Je moet er wel aardig wat voor doen, toch? Is dat niet, Gio? Dat klopt, ja, hè? Zeker. Je moet er zeker wat voor doen. Weken later. En kan je één hele bijzondere vraag nog herinneren die we vragen aan de bezoekers? Dat is denk ik toch wel... Welk liedje zingen de 7 dwergen als ze teruggaan van werk of naar werk toe gaan? Ja, ik had gehoopt dat je dat ging zeggen, ja. Maar zie je, dat dacht ik al. En ja, er zijn dus 2 antwoorden mogelijk. Weet jij nog eens zo'n antwoord wat je kan kiezen? Nou, volgens mij was het eerste antwoord, hey ho, dit krijg je niet cadeau. Ja, dat is waarschijnlijk. Het andere antwoord, dat weet ik ook nog volgens mij, dat was volgens mij wel het goede antwoord. Dat was, heb je even voor mij. Oh ja, dat zingen ze ook nog. Ja, Bram zit niet zo in je microfoon te blazen. Ja, die heeft nou, die zit al helemaal op te verheugen natuurlijk. Dit is helemaal op te fokken van 16.000 bezoekers. En dan is Droppie hier zo. Droppie die zit ook te denken van, nou, wanneer komt die 16.000ste zeugen? Nou, volgens mij zit hij nog aan zijn maaltijd, die 16.000ste. Ja, die is nog even aan het eten. Ja, hij is nog even aan het eten. Normaal gaat het hard. Die heeft er nog niet door, hè? Hij heeft zijn gebit, moet hij nog, is hij aan het zoeken. Ja, kunstgebit. Rowie is dit weekend lekker naar de Ardennen, dus vandaar dat ze eventjes lekker heerlijk ontspant. Ja, vandaar dat het zo gezellig is. Eindelijk een keer gezellig in de server, eindelijk. Eindelijk een keer gezelschap hier. En zullen we eens naar de skins kijken, want we wachten alleen maar op die mensen. Kom op nou, er moet toch wel even eentje joinen, jongens. En Capfloor, dat is jouw grote vriend, hè, Erik? Wie? Capfloor. Oh, ja, nee, die zit echt... Telkens als ik met dat gedeelte daar bezig ben, met dat festivalterrein... Komt dan staat altijd... Zij. Hij of zij komt altijd kijken. Echt, hoe ze het weet, ik weet het niet, hoor, maar... Ja, want Erik denkt dat het een meisje is, maar dat komt waarschijnlijk omdat het heeft een bloem in de hand. Niemand weet of het zeker is. Eén groot mysterie, dus mocht je het weten... Oh, Tim heeft ook zo'n bloem. Ja, mensen, voor de mensen die het nog niet weten, ik kan heel snel eventjes naar Warp Status, voordat we natuurlijk uiteindelijk de bezoeker krijgen. Jullie weten allemaal dat er een aantal... diverse objecten zijn verstopt in de map. Niet alles is al verstopt. Maar bijvoorbeeld het VIP-shirt en het I Love DC. Dat is... Is het een meisje? Ja. Oké. Ja. Oh, grappig. Nou, er zijn dus een aantal objecten. Ja, die kan je zeg maar vinden in de mapkaart. Verstopt. En... Heel veel mensen zeuren van, ja, Vincent, ik heb 30.000 keer op zo'n plate gestaan. En ik laat het nogmaals gewoon 1 keer voorzien. Ik weet niet waarom de map zo lang laat. Dat heb ik al een tijdje. Hier staat heel duidelijk. Voor een Disneycraft ticket. Koop hier je Disneycraft ticket voor 50 coins. Let hierbij op. Nog een keer. We doen hem nog een keer, jongens. Let hierbij op. Dat als je niet genoeg coins hebt. Je in de min kan staan. En geen huizen meer kan huren. Let er dus op. Dus het kost 50 coins. Nou, ik heb er dus behoorlijk veel zoals je ziet. Ik heb er over de 1 miljoen. Maar als ik hem koop. Laten we zeggen ik ga er overheen. Dan verdwijnen er dus bij mij ook 50 coins. Nou, al doe je dat nog een keer. Kijk, dan is het wel leuk dat er allemaal tickets bij komen. Maar daar gaat wel elke keer 50 coins vanaf. En dat staat ook heel duidelijk in de chat bij mij, hè. Dus kijk, als je een bloemetje wil kopen, dan gaat 50, ja, daar gaat er meer vanaf. 50 has been taken from your... Pardon. Nou. Ja, was een chocomelkboer. Een chocomelkboer. Ja, een chocomelkboer. Je hebt zeg maar de melkboer, de ijsboer, maar je hebt ook de chocomelkboer, zeg maar. Dat kan niet zomaar. Nee, zo... Oh. Ja, we hebben nog iemand hier. Even in deze speciale gelegenheid. 16.000 mensen. Wie is dit? Wie is het, jongens? Hallo. Huh? Wie denk je? Huh? Wie is dat? Wie is dat nou? Dat nou dan. Wie is dat? Wie is dat nou? Wie dat nou dan? Wie is dat dan? Wie dat nou dan? Potverdorie. Ja, wie is dat nou? Wie is dat? Wie is dat? Nee jongens, dit is natuurlijk onze Herman Brood. Herman! Hallo. Nou, de 16.000ste. Graag. Jee. Ja, Herman, jij bent... En het is helemaal vol, jongens. Moet je kijken, iedereen... Is alsof ze het allemaal weten. Ze weten het gewoon, zelfs Winnie de Poel weet het. Ze weten het, dat die 16.000 bezoeker... Het is gewoon een nul... Het is allemaal nulletjes. Nou zeg, nog niet. Nee, het duurt wel normaal lang. Ja, nou dan... Kijken we nog maar even naar de skins, jongens. Pas morgen. Luntik Zombie. En dat is een varken met een piratenhoofdje. En hij heeft al een diamond hoofd, helm. Wat ik niet begrijp. Zit dat in zijn skin? Wat ik niet begrijp. Luntik. Heeft hij... Hij heeft een aquapants. Hoe komt hij daar nu aan? Aquapants. Kijk, Poesie probeert het op te pakken. Kijk, daar is Herman. Hallo Herman. Hallo. Oh, volgens mij gaan mensen hun vrienden aansporen hier langs te komen. Beter. Goed zo, doe maar. Doe maar. Oh, ik zou Tomio ben ik dit aan het doen. Oh. Vincent, ik ben gewoon even naar een boom aan het staren, ja? Laat me. Nee, je probeert te DJ, hè? DJ Gio. Ja, daar komt hij! Ja! Yay! En dan probeert hij naam te kijken. Better Games 1999. Zo. Hij denkt ook van wat. Die vlucht gelijk zo. Ja, die gaat gelijk weg. Wauw. Die gewoon denkt, oké, ik ga weg. Geweldig, zegt hij. Fucking droog. Zullen we een maandvip geven of een dag? Maand. Oké. Ja, maand. Maandvip. Zo. Nou. Dus zeggen we, Better Games heeft een maand VIP verdiend. Die gozer denkt, jeetje, wat een heisa is hier, joh. Ik weet ook niet waar die is nu. Waar staat die? We staan nog steeds bij de ingang. Oké, Erik, homa. Hoe ben je op dit IP gekomen? Waar heb je het gevonden? Daar ben ik wel benieuwd naar altijd. Want ja, zo iemand die is helemaal erg bedankt, zegt hij. Echt bedankt. Maar we willen natuurlijk wel weten hoe die hier op die server komt natuurlijk. Ja. Dat is leuk om te weten. Tomio Movies. Ja. Cool. Ik zei toch dat Tomio... Oké, tof. Nou, kijk, je hebt een maand VIP en hij doet nog helemaal niks. Hij is nog lekker bij de ingang. Nee, die staat nog verpletterd van... en zit een donut zit zelfs voor om te buigen. Ik denk van, nou jongens. En dan zeggen we, nog even, voor de graaf Dracula komt ook even langs. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei. Dus moet je hem nog even een privébericht sturen dat hij ook /spy kan doen. Denk het ook. Hij blijft maar staan. Stop maar weer.